Koffie met Cake is mede mogelijk gemaakt door Monuta. Welkom, goedemiddag bij deze vierde aflevering van Koffie met Cake. Samenwerking met Monuta en mijn gasten aan tafel natuurlijk. Annette, goedemiddag. Hoi. En zoals altijd neem jij iemand mee. Wie heb je vandaag meegenomen? Vandaag heb ik Saïd Afkir meegenomen. Hij is van Ontruimingsdeal. Ja. Want ja, ook daar krijgen we mee te maken vaak als mensen komen te overlijden. Dat ook huizen ontruimd moeten worden, leeggehaald moeten worden. Dat alles op een bepaalde bestemming moet komen. En daar weet hij alles over te vertellen. Nou, het is dat. Niet de link die je gelijk legt als je aan Monuta denkt, dat nee. Je aan ontruiming denkt. Maar nee. Het heeft toch met elkaar te maken. Nou, je zit ook met een stukje nazorg vaak naar mensen toe. Dat je probeert toch op alle mogelijke manieren de opdrachtgevers terzijde te staan. En laten we wel zijn, tegenwoordig zijn de mensen allemaal druk en aan het werk. En vaak beide, dus de partners. Ja, en als dan een vader of een moeder komt te overlijden en ook een huis moet leeggeruimd worden, moet dat vaak ook als het in een tehuis is binnen een bepaalde tijd. En ja, als dat dan allemaal net even niet lukt qua vrij krijgen of wat dan ook, ja, dan is het handig als er mensen zijn die, zoals Saïd, die kunnen zorgen dat dat wel binnen die tijd gebeurt. En ja, dat leveren ze gewoon helemaal schoon op en netjes. Dus. Oké. Okay. Saïd, goedemiddag. Goedemiddag. Doe je dat al lang? Ik doe dit al 5 jaar. Ja. En waarom ben je daarin begonnen? Wat vond jij daar leuk in? Ja, ik ben begonnen met een. Het was een eerste opdrachtgever. Ik deed het vrijwillig. Uiteindelijk, ja. Ik had het woning ontruimd. En ik had wat inboedel in mijn bus. En ik moest dat kwijt. En had ik het. Ja, ik had het gewoon gedoneerd aan een jongere. En toen dacht ik, ja, dit is leuk om ook te doen. Toen dacht ik, ja, in de uitvaart. Mooi. Ja. Ja. Voor wie werk jij altijd voor Monuta? Of voor wie krijg je opdrachten? Nou, ik werk voornamelijk voor Monuta. Ik doe dit alleen in de uitvaart. In de uitvaartwereld. Jarden heb ik als als klant en Dela. Alleen allemaal in de uitvaart. Ik doe het niet in de uitzettingen of voor deurwaarders. Nee, niet in de juridische sfeer. En waarom niet? Ja, gewoon. Dit is leuk en mensen zijn er ook mee blij mee wat je doet voor de cliënten. En voor deurwaarders niet. Is het gedwongen? Dus het altijd. En ik denk ook zelf, ik kan ook in die situatie komen. Dat ook mijn huis leeggehaald wordt door anderen. Dat zou ik ook niet leuk vinden. Nee. En dit is, ja, in de uitvaart is het gewoon leuk. Ja, dat doe ik ook met plezier. Je krijgt wel met mensen te maken die niet bepaald in de vrolijkste situatie van hun leven zitten. Dus. Nee. En ja, maar ze zijn wel blij met het hulp. Mm-hmm. Ja. Vooral wat Monuta ook, die geeft het ook aan. Het kan ook op die manier. Niet dat het dat hun voor een met een probleem zitten met het woning. Ja. Ja, het zit bij jullie in een soort servicepakket. Jij maakt de mensen wel patent dat het kan? Of nou, vragen ze erom? De uitvaartadviseurs, die hebben wat dat er gaat, wordt er natuurlijk eerst de uitvaart geregeld. En dan werkt men toe naar die dag van de uitvaart. Ja, en daarna, gaandeweg zeg maar, in die week heb je natuurlijk veel contact ook met de familie. En loop je best wel tegen dingen aan, weet je wel, dat je weet van, oh, daar zou misschien wel eens ondersteuning kunnen, gevraagd kunnen worden. Nou ja, en dan kijken wij in ons netwerk waar we mee kunnen helpen en dat we mensen met elkaar in verbinding kunnen brengen. Ik bedoel, dat is eigenlijk ons grootste doel eigenlijk wel. Ja. Om mensen te kunnen helpen. Die service aanbieding wordt eigenlijk steeds groter. Ja, dat betreft. Maar ja, de vraag is daarin ook anders en groter. Ja, ik bedoel, vroeger was het sowieso allemaal anders. Men had vader lief, dat was de hoofdkostwinnaar. En moeder was thuis voor de kinderen. Dus als er zoiets plaatsvond, was er wel tijd met zussen, weet je wel, die dat dan regelden. Ja, tegenwoordig zijn de moeders ook allemaal druk aan het werk. Dus je hebt gewoon hele andere situaties. Dus ook met alles moet je mee met de tijd.
En daar is verder helemaal niks mis mee. Dat is ook plus prima. Dat niet iedereen meer om de hoek woont tegenwoordig. Ook dat nog eens een keertje. Hè? Verspreid dus, over het hele land, Europa, de wereld. Ja, mensen werken buiten de stad. Ik bedoel, is het vaak helemaal lastig. Weet je wel, van, ja, we moeten dat huis nog leegruimen. Hoe gaan we dat doen? Ja. Nou ja, dan is het natuurlijk fijn als je mensen zoals Saïd om je heen hebt. Ja, die daar gewoon in korte tijd ook in kunnen acteren. Ja. En ook met het verzorgingskamers heb je... Je hebt drie verschillende verzorgingskamers. Je hebt binnen een maand moet het leeg. Binnen een week en binnen 48 uur. Dat het leeg moet? Dat het leeg moet, ja. Maar dan moet je wel echt snel handelen. Dan neem ik aan dat dat dan maar een klein kamertje is waar niet te veel in staat. Ja, een kleine kamer, maar het moet wel leeg. Ja, het is ook heel moeilijk om... Voor de familie ook om te schakelen, om zo snel leeg te halen. En dat kan niet. Dat betekent haast dat degene die overleden is nog boven de grond staat, als de kamer al leeg moet zijn. Ja, ja. En dat is inderdaad heel erg hard, vind ik dan. Ja. Want dat is natuurlijk heel makkelijk. Heb je een huurhuis, heb je een koopwoning, dan is dat makkelijker. Maar inderdaad, in een verzorgingshuis zit altijd die tijddruk op. Maar 48 uur vind ik wel een hele... Je gaat dan maar na als kind zijn en je werkt. Dan krijg je uiteraard vanuit je werkgever verlof. Maar dat is ook maar tot die dag van die uitvaart. Ja. Dus je moet zeg maar acteren in die dagen daarvoor. In die daarvoor. Paar dagen, ja. Dat is eigenlijk waar je wat om de hoek komt. Ja. En ja, dan is het gewoon fijn om te weten dat je op een rustieke manier wel dingen kunt regelen. En verzorgen. Nou ja, hij werkt ook met stickers. En wat dat er gaat, heeft hij allemaal hulpmiddelen, zeg maar, om het de familie wat makkelijker te maken. Mm-hmm. Stickers voor ontruimingsdeal. Ja. Dat is om op te plakken van deze tafel is voor tante Sjaan. Ja, klopt. En die kast is voor ome Kees. Ja, klopt. Maar dit doen ze meestal voor overlijden. Ik wou niet zeggen dat... Ervoor of ja, ook... Ook als het dierbaar overlijden is, dan verdelen ze hun inboedel. Kijk, we nemen niet alle inboedel mee in één keer. We vragen altijd ook eerst, moet een tafel of een kast moet naar even moeder of dochter, worden. Dan zit er een sticker erop. Dit is Koffie met Cake. Hoe gaan jullie te werk? Jullie krijgen het verzoek van maak het huis leeg, daar staat van alles. Ja, klopt. We laten eerst het familie de waarvoor de spullen en het spullen wat ze willen hebben uitzoeken, meenemen of aan de kant zetten waar we het naar heen kunnen brengen. Ja, en de overige spullen, we vragen dan ook naar de familie, wat willen jullie ermee? Ja. Is er een broer of een zus waar het heen moet? Dat zijn dan die stickers. Deze dan. En zo niet hebben wij ons eigen goede doelen. Het goede doelen, ja, het kleding gaat naar leeg des Heils. En het meubels hebben wij een stichting, ook hier in Schiedam, stichting DOC, afdeling JIT. Dat geef ik aan DOC en die verspreidt onder hun jongeren. Het zijn jongeren met problemen. Die krijgen dan een huisje. En Nou, dat moet ingericht worden natuurlijk. Ja, klopt. En inboedel hebben ze niet. En wij hebben zat inboedel. Ja. En elektrische apparaten, geluidsinstallaties, tv's, alles? Alles, ja. Het woning wordt ook bezemschoon opgeleverd. Mm-hmm. Hoe de woningbouw het wil hebben. Of koop, verkoop klaar. Kan ook. Bij een woningbouw moet hij sowieso op een originele staat. Ja, ik kan het zeggen, dat kan heel ver gaan dus. Ja, klopt. Een muurtje afbreken of weer opbouwen. Het hangt vanaf... Pakketvloer eruit. Ja, ja. Lijmresten, ook tapijt, vinyl. Uiteraard alle gaten dichten en een lampje aan de kroonsteentje. Dat soort dingen. Je mag ook geen lampje, die gaan er ook allemaal af. En dat wordt allemaal helemaal kaal. Ja. Komen jullie wel eens gekke dingen tegen als je een kast weghaalt, dat je denkt van zo? Ja, zat. Of dat er ergens een duur schilderij achter verstopt staat als belegging? Ja. Meestal raden we altijd het familie op. En
Ja, we geven altijd aan, kijk goed voordat wij beginnen. En ja, wij gaan altijd met een snelle tempo door de woning. En wij kunnen ook wat over het hoofd zien en dat het meegaat. Maar meestal als foto's, dat zie je gelijk meteen ook tijdens het ontruimen. En belastingpapieren, banken, dat zetten we aan de kant voor de familie weer. Of we vernietigen ze. Nou, het is natuurlijk ook correspondentie die ergens ligt. En als de familie helemaal niks doet, dan kom je van alles tegen. Ja, ja. Ze moeten ook het woning eerst doorzoeken. Ja, en nooit problemen gehad dat mensen later zeiden van ja, maar we waren wat kwijt en dat stond er wel? Of? Nee. Dat niet gelukkig. Dat kan je natuurlijk ook. Of dat de tv is voor ome Joop en ome Jaap neemt hem mee. Nee, dat voorkomen wij juist. Om het duidelijk aan te geven. Hebben jullie wel alles? We zetten sowieso ook geen druk om het snel te ontruimen. Dat de familie ook gewoon rustig alles kan uitzoeken. Is er wel eens iets boven water gekomen wat de familie eigenlijk al heel lang kwijt was? Dat ze denken dat ze heel blij waren dat het gevonden was? Nou, meestal geven ze dat niet, Of een stapeltje bankbiljetten onder de matras? De banken niet meer te vertrouwen zijn? Nee, we geven echt duidelijk aan dat ze echt alles en overal over de kop moeten zetten om het te zoeken. Het is ook wettelijk verplicht. En wij mogen ook niet zomaar gewoon een woning ontruimen. Ik kan me voorstellen dat oma die is oud en die raakt iets kwijt. En je zoekt overal, maar je gaat niet alles van de muur afhalen. Nee. En als jullie dan het huis leeg moeten halen, dat ineens die bepaalde foto of schilderij ineens weer boven water komt die oma zoek had gemaakt. Ja, ja. En dat de familie dan... hij is er weer. Gelukkig. Nee, sowieso wat wij vinden van iets waards. Wat wij denken ook. Als we denken, iets waards en iets persoonlijk, zetten we het aan de kant. Ja. Laten we het wel zien. En als het niks is, gaat het gewoon mee. Wordt het gewoon en is natuurlijk ook het advies. Een van de eerste, denk ik, bij onder ogen hebben we dat toen gedaan. Toen hebben we de taxatiedag naar voren toegebracht. En dat is natuurlijk ook best wel belangrijk. Zeker als je van tevoren dingen wil regelen, kan je natuurlijk ook dingen laten taxeren. Mm-hmm. Ja. Zo maak je het eigenlijk ook je naaste gewoon makkelijker als het gaat om de nalatenschap en de verdeling daarvan. Ja. Zonder dat daar een ruzie over ontstaat. Want geloof me, in de beste families is de ruzie om een theelepeltje bij wijze van spreken. Dus het is best wel belangrijk om dat soort dingen goed onder de loep te nemen. Ja. Van wat hebben we aan waarde? En en dat kun je dan heel simpel op zo'n manier kenbaar maken. Van ik vind dat naar die moet en dat naar die. En dan is het eerlijk. Tante Gietje en een parkietje, dat is ook lastig natuurlijk. Wat doe je daarmee? Ja. Dat is trouwens een van de dingen. Daar hadden we natuurlijk net eventjes over. Over voogdij en over hoe ga je om met dieren. Ja, heb je dat soort dingen ook vastgelegd? Dat is wel zo makkelijk. Ja. Dat zullen jullie ook wel aankomen, tegenkomen. Ja. We zijn het één keer tegengekomen. Het was een poes. Ja, die moest gewoon van de familie naar een asiel brengen. Ja. En er was er geen bestemming voor. Nou, nee, want... Niemand wil het vogeltje hebben en dan moet het toch maar ergens een thuis zien te vinden. En meestal staat het altijd vast, wat Annette ook zegt. Ja, dat is wel hoe meer er geregeld is en hoe meer je kan afspreken, des te makkelijker het is, denk ik. En vooral met huisdieren, dat staat sowieso vast. Ja. En ik neem ook aan dat je een heleboel niet bij Doc kan brengen. Dat gaat gewoon gelijk met grof vuil. Nou, we proberen zo weinig mogelijk naar de grof vuil te brengen. Voor twee dingen. Wij kunnen het beter gaan doneren. Ja. We kunnen het beter gaan doneren, het hergebruiken. En voor een grof vuil, dat kost wel, wel wat. En voor een ondernemer kost het geld. Ja, dan moeten we wel het doorberekenen bij de klant. Maar dat proberen wij niet. Dus daarom doneren wij het ook. Mm-hmm. Makkelijk,
Dus, ja, het is wel zo. En iemand is ermee blij. Dat sowieso, ja, maakt altijd, ja, weer mensen gelukkig, ja, mee. Ja, klopt. Werk je nou altijd in opdracht van Monuta of Dela of zo? Of ook in opdracht van particulieren? Ook voor particulieren, ja. Ja. Maar alleen, ja, alleen in de uitvaart. Als wel de altijd uitvaart, niet te maken. Dat ik zeg, ik heb de hoofdprijs gewonnen in de loterij. Ik koop een nieuw huis, laat het inrichten. Nee. En ik heb geen zin om het oude ton te ruimen. Kan ik jou niet bellen? Ik doe het alleen maar in de uitvaart. Ja. Nee, ik heb het al druk genoeg in de uitvaart. Dus. Ja, is dat zo? Ja. Ja. Nou, niet eens een paar dagen dat er niks te doen is? Nee, nee. Dat betekent, ja, dat er gewoon elke dag mensen doodgaan. Ja, gaan hopen. Maar zijn regio's niet alleen beperkt tot Schiedam en Rijnmond? Dat gaat nog verder als dat. Ja, kom jij door het hele land of ja, Zuid-Holland? Door het hele land, ja. Dat zijn dan af en toe ook best lange dagen als het ver weg is. Zeker, zeker. Niet alleen door het hele land. We hebben ook twee keer in Hamburg ook ontruimd. Oké. Ook in België. Dus we ontruimen hier het woning. En sommigen hebben een vakantiehuisje nog. Dan moeten we die ook nog leeghalen. Dus we hebben lange dagen, ja. Dan kom je wel, ja. Dan kom je nog eens ergens. Ja. Dit is Koffie met Cake. Saïd, ik kan me voorstellen dat jij, we hebben het nu over, dat je in opdracht van familie of van Monuta of wat voor een instelling ook een huis gaat ontruimen. Maar gebeurt het ook wel eens dat je ergens naartoe moet waar mensen al een tijdje overleden in hebben gelegen? Ja, zeker. Dan kom je in een hele andere situatie terecht, denk ik. Ik kom een hele andere situatie tegen. Het zijn ook niet leuke situaties, maar het moet toch gebeuren. Ja, het moet gebeuren, ja, tenslotte. Ja. 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 En word je dan door de overheid ingehuurd of gaat dat dan toch ook weer via... Het gaat echt via de uitvaartverzorger, Monuta of, ja. Of familie. Ja. Want? Maar zulke opdrachten van lang gelegen gaat echt meestal 90% via de uitvaart. Want dan is er meestal geen familie of dat dan... Ja, wel. Vaak wel. Hmm. Alleen de familie durft nog niet naar binnen te gaan. Nee. Adviseer ik ook niet. Heb je dat al vaak meegemaakt, in zo'n situatie? Ja, ja. En wat is de vervelendste daarin? Want hoe langer iemand ligt, hoe minder fris het ruikt, denk ik. Ja, ja, ja. En wapen je daartegen? Heb je dan een maskertje of zo? Ja, wij zijn... we hebben speciale overallen ervoor. Masker op, handschoenen. Tot aan hier dichtgetaped en schoenen ook, aparte laarzen ervoor. Het zijn geen leuke klussen. Nee. Kan je dat makkelijk verwerken? Kan je daarover praten met iemand? Krijgen jullie daar begeleiding in als je zoiets hebt? Ja, de eerste dagen kregen we wel begeleiding, maar uiteindelijk wordt het gewoon normaal. Ja. En dan, Het voor ons is het gewoon, het is gewoon een werk. Mm-hmm. Dat hebben uitvaartondernemers ook met de dood. Ja. Ja, het is gewoon normaal. De situaties zijn verschillend. Ja. Uiteindelijk wordt het gewoon normaal. Ja, maar ik kan me toch voorstellen dat bijvoorbeeld de familie helemaal niks wil hebben van wat er in dat huis is. Je kan ook niks meer gebruiken. En, nee, alles moet weg. Ja, dat is de andere kant van onze samenleving, is dat dan? Hè? Ja. Ja. Werk jij alleen of werk je in een team? Nee, ik werk in een team, ja. En jullie zijn altijd met dezelfde collega's of wisselt dat? Ja, ik heb altijd hetzelfde team. Ik werk zelf in twee teams. En per team hebben wij 4 man. Mm-hmm. Dus 2 teams, 8 man. Ja, dan kan je op elkaar bouwen, je kan elkaar vertrouwen en je weet precies wat je aan elkaar hebt. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen, dat gaan we verder niet, maar het kan af en toe ook best wel hilarisch en leuk zijn en heel erg lachen. Zeker. Ja, er zijn een heleboel dat mensen denken van dat is een vervelend klusje want je moet het doen, maar dat je heel veel lol hebt. Zie je eigenlijk altijd wel, ook als wij zeg maar de uitvaart regelen, is dat ook met een lach en een traan. Ja. Want er komen ook hele mooie herinneringen boven. En mensen zijn foto's aan het uitzoeken.
En dan zie je toch weer die glimlach op een gezicht van, oh, weet je nog toen we daar waren. Dus het moet ook zo op die manier, met een lach en een traan. Dat is ook helemaal niet erg. Het lachen is een stuk emotie wat je verwerkt. Ja. Dat klopt ook wel. Ja, het hoort er wel bij, weet je. En het verdringen is helemaal niet goed. Nee, dan komt het uiteindelijk toch wel een keertje uit. Het komt een keer naar boven en dan alleen maar 3 keer zo hard. Ja, vaak dus, wel. Ja. Nou zit ik iets anders te bedenken. Wij zitten hier te genieten van de lampen. Dat is heerlijk. En dat we genieten, want als je dan buiten komt, denk je, het is lekker koel buiten. Ja. Heeft dat ook invloed op de drukte met overlijden? Merken jullie dat het nu drukker is door de hittegolf? Ja, natuurlijk merk je dat. Ja? Dat heeft wel degelijk invloed? Ja hoor. Ja. Jullie lopen dus nu eigenlijk echt 6 lagen in de rond om het allemaal verwerkt te krijgen. Ja, iedereen is wel heel druk in de weer nu op het moment. Ja. En nou hadden we het er geloof ik laatst eens over dat je ook bijvoorbeeld buiten iets kan regelen. We hebben sinds kort bij Monuta in Schiedam aan de burgemeester Hondenlagen Gretelaan, waar wij dan zitten met het uitvaartcentrum, hebben we ook een heel mooi terras aan laten leggen buiten. En dat is aanpalend aan de koffiekamer, een mooi pad ernaartoe. Er staat ook een lounge set en een parasol. En toevallig hebben we afgelopen maandag voor het eerst in een kleine bezetting dan een informele afscheidsplechtigheid gedaan. En dan komt er een muziekbox bij en mensen zitten gewoon laag met tafels en stoelen erbij en met een kopje koffie en zitten mooie herinneringen op te halen en denk dat kan dus ook. Ja. Weet je, ik bedoel, het is niet allemaal van het moet in een crematorium dat je in een aula zit. Men kan tegenwoordig zoveel meer als wat er vroeger of voor mogelijk werd gehouden. Nou. Ik denk ook dat de wensen van de mensen daar ook aan meewerken. Ja. Weet je? Die zeggen op een gegeven moment ook van, we willen het graag anders als hoe het altijd ging. Nou, ik denk, het is wel oké. Je had het net al van vroeger had je papa en mama, papa werkte en mama thuis. Het is allemaal aan het veranderen. En ik denk dat het omgaan met de dood en het uitvaartwezen, dat ook heel erg verandert. Ja. En dat gelukkig wat soepeler en moderner kan tegenwoordig. En dat de nabestaanden daar ook in meegaan. Ja, maar er is in principe alles mogelijk voor ieder budget. En er wordt altijd vaak gelijk gezegd van, de uitvaart, weet je wel, dat kost allemaal hartstikke veel. En dan denk ik van, ik pak altijd maar het voorbeeld weer van een verjaardag. Je kan je verjaardag heel simpel thuis vieren. Ja. En je haalt wat te drinken en te eten. En je kan een zaal afhuren en kaarten versturen en een band neerzetten. Dan begrijpt iedereen dat dat ook wel ietsje meer kost. Dat is ietsje duurder. En dat geldt in de uitvaart precies hetzelfde. Maar het punt is vaak, je doet voor feestjes of voor trouwen. Toevallig had ik van de week een opdrachtgever die zei ook van, voor trouwen. En voor een geboorte regel je van alles, weet je wel. Dus een baby shower of je gaat voor je huwelijk een hoop regelen. Nou, dan zei bijvoorbeeld van, hij is pas getrouwd. Maar dan zet je dat al jaren van tevoren vast. Is ook logisch, weet je. Mm-hmm. Maar een overlijden is meestal plotseling. En dan moet je ineens toch wel een hoop dingen voor doen. En dan denk ik van, als je van tevoren toch wensen kenbaar kunt maken, al is het maar in grote lijnen. En dat je ook aan de hand van die wensen kunt kijken van, wat zijn dan die kosten daarvoor? Ja. Zodat je je daar ook tegen kunt wapenen qua verzekering. Ja. Zodat je naasten eigenlijk niet met onvoorziene kosten komen te zitten. En die zijn dan gevrijwaard van het feit dat ze vanuit emotie allemaal beslissingen gaan nemen. Ja. En die, daar hangt meestal een prijskaartje aan van, willen dat nog? Want dat, laten we dat ook maar doen. En dan uiteindelijk staan er heel veel bedragen onder elkaar en dan staat er toch wel een ander bedrag onderaan de streep. Ja. Wees realistisch, weet je. Dat is eigenlijk wat ik de mensen wel mee wil geven. Wat laatst in de krant stond, hè, dat er steeds meer druk komt op de gemeente. Dat de mensen zich niet meer verzekeren. Dat veel vaker voorkomt. En dat het in sommige gemeenten al miljoenen per jaar gaat kosten. Ja, en dat is best wel jammer eigenlijk. Ja. Dat het op die manier gaat. En natuurlijk, je kan zeggen van, dat zijn allemaal van dat soort opmerkingen. Die horen we natuurlijk vrij vaak van, ze leggen me maar langs de kant van de weg. Maar even serieus, dat doe je toch niet met een dierbare. Die leg je toch niet langs de kant van de weg. Dan moet je toch gewoon netjes een uitvoer kunnen regelen. Ik bedoel, en ik vind eigenlijk dat iedereen, zodra je 18 jaar bent, dus volwassen bent, eigenlijk daar ook over na moet denken. Want we hebben het niet voor het zeggen, hè? Nee. We hebben niet alleen maar mensen van 80 plus bij ons liggen. Helaas niet. Nee, het is ook jonger helaas. Dit is Koffie met Cake.
En we hadden het net al over het parkietje van Tante Gietje. Maar jij zei, ja, voogdij, dat moet ook geregeld worden. En dat kan je heel snel regelen, nu vooral in de vakantietijd. Nou ja, men denkt vaak als je voogdij, weet je wel, dan heb je te maken met dat je naar de notaris moet. En natuurlijk, maar dan heb je vaak ook meer nalatenschap wat geregeld moet worden. En natuurlijk is dan het advies, neem met de notaris contact op. En die kan met je samen kijken van op voorhand al even wat de kosten zouden zijn of wat dan ook. En je kunt je zelf altijd voor informeren. Maar je kunt ook heel simpel ook registreren online bij het gezagregister. Ja. En dat is gratis. En dan kun je wel in ieder geval zorgen dat de kinderen, als die naar vader of naar een broer of een zus toe moeten of wat dan ook, kun je dat wel kenbaar maken. Ja. Want anders kom je eigenlijk voor de wetgeving in Nederland, noem je dat, voor de kinderbescherming, zeg maar. Kom je in een pleeggezin terecht. Ja, en is dat dus wat je dan wil? Hoe gaat het? Daar heb ik me nooit in verdiept eigenlijk, maar gaan ze niet zoeken eerst of je bij familie terecht kan? Word je dan gewoon automatisch een pleeggezin? Je hoort het echt te regelen. Ja, oké. Je kunt er niet zomaar van uitgaan dat het zomaar bij een broer of een zus of een ouder, weet je wel. Want dat kan ook handig als je het eerst even met broer of zus afspreekt. Het is gewoon belangrijk dat je dit soort dingen vastlegt. Ja. En dat percentage op Nederlands gebied is volgens mij iets van 37% die het geregeld hebben. Mm-hmm. En hier in het Westen volgens mij 32%. Ja. Maar dus zijn er nog best veel die er gewoon niets aan gedaan hebben. Maar je gaat er natuurlijk ook altijd vanuit dat het jou niet gebeurt als je in de auto stapt. En je gaat op vakantie naar die warme oorden. Nou ja, ik werd erop geattendeerd. Ja, dan komt ze weer. Maar de MH17 is natuurlijk wel een heel groot voorbeeld daar. Een heel groot voorbeeld, daarin. En een aantal jaren geleden ging ik dus inderdaad alleen met mijn man met vakantie. En toen was mijn zoon was nog niet volwassen. Dus moest ik ook wel wat regelen. Ik heb een dag voordat we met het vliegtuig weggingen, heb ik dat nog vast laten leggen. Ik denk, ja, het zal je maar gebeuren. Ik bedoel, en dan? Ik bedoel, dan staat hij er alleen nog voor. En ja, als hij dan ineens voor de kinderbescherming en in een pleeggezin, ik denk, ja, dat moet je gewoon vast kunnen leggen. En dat hebben we toen ook gedaan. En dat kan via dat register, zeg je? Ja, het gezagregister. Kun je online, kun je dat googelen? Gezagregister, en daar kun je dat vrij simpel kun je dat invullen. Mochten daar vragen over zijn of wat dan ook, kunnen mensen altijd uiteraard contact opnemen met Monuta. Dat is geen probleem. Nee, want het is gewoon wel echt noodzakelijk dat je dat soort dingen regelt eigenlijk. Sta er even bij stil dat het niet altijd goed afloopt in je vakantie. Dat het wel eens iets tegen kan zitten. En dan kan je het maar beter geregeld hebben. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat is echt alleen maar voor vakantie of is dat gewoon voor altijd? Gewoon eigenlijk altijd is dat natuurlijk. Ik bedoel, hoe vaak moet je zelf maar eens realiseren hoe vaak dat je niet met je partner in de auto stappen en je kinderen gewoon thuis zijn. Ja. En wat heb je dan geregeld? Niks. Nee, je hebt niks geregeld. Heel vaak, niemand heeft wat geregeld. Nee. En dat is toch heel belangrijk. Dus die tip wil ik echt de mensen meegeven. Ja. En je kinderen zijn je dierbaar en zijn je lief. Dus zorg er ook goed voor. Ja. En een goede reisverzekering. En let op de repatriëring of die geregeld is. En ja, of dat in je verzekering zit. Ja, want ook dat kan natuurlijk gebeuren. Hè? Dat mensen op vakantie zijn en dat daar wat plaatsvindt. Dat merken we nu ook. Dat zijn ook dingen die allemaal gebeuren. Ja, het is jammer, want we hadden eigenlijk ook in gedachten dat we iemand van slachtofferhulp aan tafel zouden zetten. Want die lopen natuurlijk ook tegen heel veel dingen aan nu op het moment. Gewoon verdrinkingen van kinderen, ouderen. Ik bedoel, daarom zei ik net al, het is niet zo dat we alleen maar oude mensen hebben die komen te overlijden. Nee. Vooral aan de kust is het natuurlijk dat mensen heel stoer gaan zwemmen. En ja, als je de zee niet kent, die is heel verraderlijk. Nou, ik zag toevallig van de week ook een advertentie in de krant staan, geloof ik, dat de strandwacht had aangegeven van alsjeblieft ouders, leg je mobieltje weg en hou je kids in de gaten. En dat is natuurlijk ook zo. Ik denk, iedereen zit maar in zijn mobieltje en vergeet eventjes dat haar kinderen langs de waterlijn aan het spelen zijn. Ze zijn weg voor je het weet. Ja, dat. En zeker als ze dan dat waterkantje inlopen, dan zijn ze helemaal weg voor je het weet. Ja. Ik ben aan de kust geboren, ik weet hoe de zee is. Ja. Die is niet te vertrouwen. En naast dat is het er natuurlijk ook giga druk op het moment. Ik zou knettergek worden toen ik mijn zoon zo klein was. En hij was uit mijn netvlies ook. Raakte helemaal in paniek. Ik kan me voorstellen. Ja. Heb jij nog iets dat je zegt van, ik wil nog heel graag dit vertellen over mijn werk. Of dat vertellen over mijn werk. Nee. Ik heb alles verteld. En hebben jullie nog vragen?
Ik heb een lijstje gemaakt. Ik heb ze allemaal gesteld. Oké, okay, nee, dan zijn we compleet. Ja. Nee, ik vind dat je mooi werk hebt. Het lijkt me leuk werk en dankbaar werk. Zeker. Vooral. En dankbaar naar de familie toe. Want die neem je een heleboel zorg uit de handen. Ja, zeker. In een rotperiode. Maar ook dankbaar omdat je aan de andere kant weer mensen die het heel hard nodig hebben, kan helpen met de spullen. Ja, ja. Dat is natuurlijk gewoon heel erg mooi. Dat werkt gewoon twee kanten op. Ja. Ja. En het is goed voor het milieu, want anders wordt het allemaal weggedonderd en nu wordt het gewoon weer hergebruikt. Hergebruikt. En komt het allemaal nuttig tevoorschijn. Ik vond het heel mooi dat je hier kwam en het allemaal vertelde. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Leuke stickers. Dank je. En het werkt heel goed. Annette, wat gaan we volgende keer? Heb je al een idee? Ik ga nog even kijken, want er zijn ook mensen met vakantie in dit moment. Dus we gaan wel kijken of we een leuk onderwerp volgende maand weer een gast aan tafel krijgen. En als de mensen een vraag hebben, redactie. popuptv.nl over dit onderwerp, maar ook over alle andere zaken die met het leven te maken hebben en de dood te maken hebben. En wij proberen ze te antwoorden. Dit was Koffie met Cake voor deze keer. Wat ons betreft graag tot volgende maand. Koffie met Cake. Maandelijks op de woensdagmiddag.